We hebben in de hedendaagse samenleving steeds meer behoefte aan data. Data die ons kan vertellen wat we wanneer doen. ABB geeft ons de mogelijkheid om inzicht te hebben in ons stroomverbruik. Hierachter zie je een voorbeeld van een XT-vermogensautomaat voorzien van een ECAP Touch Strip Unit. En onze ECAP Up Plus digitale upgrade unit. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een smartphone op zak. Kun je via Bluetooth verbinding maken met de breker. En daarmee kun je op een heel eenvoudige manier de breker configureren en ook uitlezen. Een vermogensautomaat heb je in principe toch al nodig in je installatie. Door het als all-in-one oplossing te gebruiken heb je geen externe stroomspoelen of stroomsensoren nodig in je installatie. En heb je ook geen externe netwerk analyzer nodig. Nou, dat scheelt ruimte en bedradingstijd in je paneel. Een goede stap vooruit voor nieuwe installaties. Deze unit stuurt real-time informatie door naar onder andere een app. Maar hoe zit het dan met bestaande installaties? De afgelopen 10 jaar zijn er misschien wel 350 miljoen vermogensautomaten geleverd wereldwijd. Nou, niet al die automaten zijn al digitaal uitgevoerd. Nou, als je die digitaal zou willen uitvoeren, dan zou je daar de ECAP Plus voor kunnen gebruiken. Een ander belangrijk voordeel is ook het duurzaamheidsaspect. Je hoeft niet de gehele automaat te vervangen als je nog extra functionaliteit zou willen toevoegen. Je kunt met de ECAP Plus unit een bestaande vermogensautomaat upgraden zonder dat je die geheel hoeft te vervangen. En een ander voordeel van de ECAP Touch Strip unit is dat die softwarematig is te upgraden. Dus je kunt direct of in een later stadium altijd nog die extra functionaliteit bij bestellen. Onze XT7 en op onze E-MAX 2 brekers of vermogensautomaten is voorspellend onderhoud mogelijk. Daarmee krijg je afhankelijk van het gebruik zeg maar, van de breker of de vermogensautomaat inzicht wanneer het onderhoud noodzakelijk is. Dus data geeft ons ontzettend veel inzichten. Ook dit draagt bij aan een duurzamere toekomst. Vind jij dat ABB met deze vernieuwing de innovatieprijs verdient?